Gewoon mijn YouTube, we gaan gewoon beginnen. Maakt mij het uit. Dus. Ach, die komt vast nog wel snikkelijk, ja. Dan is ze op je geabonneerd op Twitch. Maar bij mij kun je nog niet geabonneerd zijn. Nee. Ik kan alleen volgen op, me, op het moment. Ja, abonneer. En abonneren, dat zou ik nog niet eens aanraden in verband met dat kost mijn kijkers geld en dat zou ik ze nog niet eens vragen. Nee. Dat staat gewoon nergens op. Mensen zoeken overal weer geld uit. En doneren, ja, dat kost ook geld, maar dat, daar kies je zelf voor. Ja, er was ook toch iets, zoiets van dat YouTube ook een beetje van de subscription geld ging vragen. Dat weet ik niet. Ja, dat heb ik meegekregen inderdaad. Dat was de grootste klets. Dat was YouTube Project Red of zo. Oh, dat? Ja, nee, dat snap ik. Project Red. Nou, als ze dat gaan doen, gaat YouTube echt dood. Ik ben zeker. Oh, trouwens YouTube, welkom. Dit is nog steeds de livestream van 4 juni. Hey. Hallo. Hoe gaaf zou het zijn als we een Glaceon tegenkomen in de ijsgrot richting de stad van de achtste gym? Geniaal, maar dat zou te mainstream zijn. Dan zou ik eerder denken bij mijn eigen van hoe awesome zou het zijn als we daar Umbreon tegenkomen. Geen idee, we zijn voor Umbreon's jacht. En wat dacht je bij... Mam, ik ben een hele slechte organisatie proberen tegen te houden en ik ben de wereld aan het redden. Stop maar eens met bellen! Dadelijk kom je Jolteon gewoon in een normale regular drop tegen. Of gewoon tijdens het vissen. Dat zou helemaal geweldig zijn. Hé, hey, zo zijn we waterkip tegengekomen. Dat is waar. Hoi. Ik ben degene die jou gaat lopen irriteren. Vind ik leuk. Oh, wat gemeen. Zo, deze heeft best wel veel Pokémon. Ach, een Dustox. Oh, dat is zo'n Pokémon van Jesse. Ja, wat gebeurt er eigenlijk de hele tijd met die Pokémon van Team Rocket? Die worden vernieuwd bij het nieuwe seizoen. Ja, maar hoe? Laten ze dan ook weer die Pokémon vrij of zo? Of... Daar heb ik geen idee van. Ik heb het nog steeds niet meegekregen bijvoorbeeld wat er met Arbok en Weezing is gebeurd. Die waren vrij volgens mij. Ja, als het goed is wel. Net als met Dustox. Als ik me goed herinner was Arbok inderdaad vrijgelaten met allemaal andere Ekkensen en Weezing is er inderdaad ook vrijgelaten met Koppings. Ja. Dacht ik tenminste, ik weet niet zeker. Nee, dat is zo, ja. Dat is zo. Want toen was er een episode waarbij Team Rocket, tenminste de Pokémon, Weezing en Ekkens, of ja, Arbok, die gingen een groep Ekkens en Koppings helpen en daardoor werden ze vrijgelaten. Die episode, ja. Ik moet echt een keer Pokémon gaan kijken. Ja. Nou, ik ben X in de laatste tijd aan het kijken. En ik vind het best wel sneu eigenlijk wat ze met Serena's Eevee hebben gedaan. Ik moet zeggen, het zit vol met naalmomentjes, maar ik zit mijn eigen dood te irriteren aan die Eevee gewoon. Van, kom op! Ben je daar bang voor? Ben je daar schuw voor? Hoezo? En waarom heeft deze twee oddesje? Als ik iets ga zeggen, dan ga ik het waarschijnlijk spoilen, maar... weet je al in welke Eevee die gaat even? Ja, ik heb die spoiler gisteren gezien en ik wist op zich al, want... Ik heb het overal gelezen, ik weet welke evolutie dat het gaat worden. En dat is Captain Obvious in verband met, ja, natuurlijk wordt die nieuwe type drinken vrot van niet tot mijn gender. Hé, hey, voor de mensen die ik zijn nog niet hebben gezien, we gaan geen spoilers zeggen. Nee hoor, we hadden het alleen maar over een nieuwe type, wat zou het zijn? Steel. Ik heb niet gezegd dat het een nieuwe type was. Het is nou obvious. Ja, oké, okay, ik zou niet zeggen dat ze je evolueert in een Sylveon. Spoilers! Oh, voice crack. Het zag er sowieso anders om eigenlijk. Ja. Kom op zeg, nee, ik wist nog niet eens van heel die Pokémon serie en ik wist het zelfs. Ik wist nog niet eens van welke aflevering dat het was. 42. 42? Ja. Ik zit in aflevering 92. En daar is nog steeds Eevee, want in aflevering 88 of zo krijg je pas die Eevee. Ja, maar er is nou Pokémon X en Y en dan... Europees seizoen 7 nog. Wat krijg je daarna, Robin? Pokémon X, Y en Z. Oh, dan gaan we verder met Pokémon Z! Precies. Next time on Pokémon Z!
Mensen lopen nog steeds te zeuren dat ze een Pokémon Z als game willen hebben. Ja, die komt ook, maar niet, die komt pas na Sun and Moon. Sorry, maar ik kan me eigenlijk daar wel eigenlijk iets bij voorstellen. Ik bedoel, vergeet niet. Jij hebt Pokémon X, jij hebt Pokémon Y. Dus waarom mag je Pokémon Z? Ik bedoel, je had... Wat is er gebeurd met die twee formaten eigenlijk? Hoe bedoel je? Ik bedoel, je had Red, Blue, daarna kreeg je Yellow. Gold, Silver, Crystal. Ruby, Sapphire, Emerald. Diamond, Pearl, Platinum. Daarna hebben we Black and White. Er is nooit een Grey uitgekomen. Maar er is wel... Ja, ik weet het. Toen kreeg je in één keer Black and White 2. Dus dat zien we dan als Pokémon Grey. Omdat de Pokémon die eigenlijk dan voor Grey zou moeten zijn, dat die is dan de hoofd-Pokémon impact van Pokémon Black and White 2. Oh, wait. Ja, maar krijg je dan dadelijk dus een Pokémon IX2? Xy2? Nee, ik denk eerder dat het dan Pokémon Z gaat worden, ja. Nee, want we krijgen nou Pokémon Sun and Moon. Ja, maar ik denk... Wat komt er na Sun and Moon? Pokémon Stars! Pokémon Stars. Sun and Moon, wat kan tussen Sun and Moon komen? Of een naar? Nou. Pokémon Sphere en Triangle. Pokémon Supernova. Pokémon Meteor. Dan is Deoxys de hoofd-Pokémon. Deoxys is de Meteor-Pokémon. Zie voor Zeebies. Misschien wordt Deoxys van je starter. En ondertussen in Pokémon Generatie 26. Och, die 1 april video. Ik wil wel weten met hoe ver ze nog... Of nee, hoe lang ze nog met Pokémon door blijven gaan. Hey, dat is eigenlijk een goede naam. Ik vind het totaal niet erg daar niet van, maar... Pokémon Eclipse. Nee, dat is best een goede naam, hoor. Eclipse, ja. Ah, Solar Eclipse, precies. Ik ben blij dat ik heel veel Full Heels heb gekocht. Voor de mensen die Pokémon Sun and Moon al hebben gezien... Is het jullie ook opgevallen dat legendarische Pokémon van Pokémon Sun geen Fire-type wordt, maar een psychisch taal? Hi, ik kom je redden! Sorry, wat zei je, Erin? Dat is totaal geen logica. Nee. Hij ziet eruit... Sun heeft niks te maken met Siri. En die andere wordt dan volgens mij was een Ghost Flying. Zoiets, ja. Die vliegt in de spiegel. Jongens, Pokémon is hetzelfde als Mario. Dat zal nooit eindigen. Ja, Zelda ook. Het is daar te populair voor. Zelda is ook zo'n populaire franchise. Die gaat ook niet eindigen. Het is er nog lang. Snel te missen. Wacht alleen nog... Tenminste, ik loop persoonlijk op een nieuwe Metroid. Ik denk dat ik heel eventjes ga swappen. Ja, ik zat er eigenlijk aan te denken namelijk om een nieuwe regel erin te gooien dat ik alleen maar mijn evoluties mag gebruiken. Het is heel jammer voor op Jaxol en alles, maar het zorgt wel voor een leuke uitdaging. Hey, Dennis, bedankt. Maar jij wilt dus een nieuwe Metroid. Metroid. Ik heb altijd genoten van die first person Metroids, dus ik heb ze allemaal. Sneezel! Ik ben niet zo van een Metroid. Ja, ik vind dat Aquarion die wel aan kan. Ik ben meer van Punch-Out, weet je zijn. Die heb ik ook helemaal krom omgelegen. Dat is echt één groot bonk humor, man. Op zich gewoon een korte game eigenlijk. Oh! Little Mac is ook gewoon mijn nummer 1 karakter op Smash. Hij heeft best wel sterke Pokémon, we moeten uit gaan kijken. Livion. Oh jongens, we zitten nou eigenlijk best wel... Met die nieuwe regels zouden we nou dus in een behoorlijk tight spot zitten. Hoezo Smash, Erwin? Hoezo? In het begin was Little Mac ook mijn main. Ja, maar Little Mac is super gevaarlijk op grond, maar... Of in de lucht. Even kijken, ik ga een nieuwe game plaatsen in het begin. Welke start zou ik kiezen en wat moet zijn haar naam worden? Eevee! Ruil gewoon een Eevee naar je game toe. Begin met een Eevee. Wees origineel.
Dat kan niet, hè, van Pokémon Ei naar Pokémon Platinum. Dan pak je hem vanuit Pokémon Heart Gold of Soul Silver. Dat kan wel. Je Quick Attack is wel... Waar dan kunnen we gebruiken toch niet? Kijk, als ik het goed heb, waren die van Platinum, Piplup, Turtwig en Chimchar, ja. Ja. Piplup en Turtwig. Oh, het is een Typhlosion. Ja, ja! Typhlosion! Ja, maar nu zit ik in een tijdspot. Alsjeblieft, als jij die killt, Stefan. Oh. En of ik hem kill, die is van Team Rocket! I don't care, Typhlosion all the way. Oké, okay, Robin gaat ontslag nemen hier nog. Ja. Hij kan nou, dat, dat nou ook weer niet, maar alsnog. Het is mijn favoriete Pokémon. Oké, okay, Firepower, overleeft hij. Oké. Okay. Als hij gaat focussen op defense, dan hebben we een probleem, want mijn Flareon die is... Who's Bite? Oh, het kent Swift hoor. Typhlosion all the way, yes. Oké, we zitten goed. Fireflame heeft me verraden! Juist, en Shirai ook. Dat is een leuke nickname, Daddy Dennis. Blaze is namelijk de nickname van mijn Flareon. Oh, Typhlosion, zo fijn dat je er bent. Typhlosion, eet deze surf! Maar ja, die overleeft Typhlosion, denk ik. Nee, tuurlijk niet. Ondanks de level difference, nice. Wacht, heb je hem verslagen? Ik zeg niks. Daar gaat hij. Op. En dan komen we bij een Solrock. Robin, left the room. Nee, ik ben nog niet weg. Nog niet. Oh, ik heb hem gezien in de space. Nou, Solrock. Aquarion, die gaat sweepen, jongens! Igglybuff! Ah, screw this! Wat? Is Igglybuff soms ook van jouw favoriete Pokémon of zo? Nee, je hebt mijn Flareon in de space. Nee, absoluut niet! Ik ben met Igglybuff aan het vechten. Serieus, okay. Je moet nog die hele Solrock meekrijgen. Beste mensen van de stream, het was fijn dat ik er was. Je bent er nog steeds. Ja, ik hou van je. Hoe leg je het uit? Je praat in de toekomst, hoe kan dat? Kijk, als je dat nou weer zou zetten in een YouTube comment, oké. Okay. Dat was de reden dat ik weg ben, maar je bent er nog steeds. Ik ga nu weg. Je bent er nog steeds. Ik ga over een tijdje weg. Over een tijdje? Over een week? Maand? Jaar? Nee, ik ga niet weg. Het is te leuk hier. Maar alsnog, Typhlosion all the way. Waarom belt Lyra zo vaak? Wat heb je nou weer? Wat dacht je van... Hè? What do you think about taking Chikorita with you to root... Nee! Chikorita bestaat niet! Wij hebben geen Chikorita! Oh jawel, die hebben we wel, maar... Die hebben we gevangen ergens. Oké. Okay. Heb jij toevallig een Cyndaquil of... Oh nee, wacht, je hebt Koolava gevangen, ja. Want dat je Cannibalava. Ja, Cannibalava. Wacht even, als Lyra gebeld heeft over Chikorita, is schijnbaar hun Theo die je toen nam. Dat was dan waarschijnlijk de plaats van Chikorita. Ja. Nee, Whiscash. Nee, Whiscash, die hebben wij namelijk niet gekozen. Oh nee, die heeft Erik gekozen. Dan moet Lickitung overgebleven zijn. Ja, yeah, nobody cares about Lickitung. Nou, nah, dat is waar, ja. Maar goed, we hebben nou de basement key, dus we moeten naar de basement! De cellar. Oh mijn god, het is zo lang geleden dat ik Platinum heb gespeeld! Oh mijn hemel! Nou, ik zou je zeggen, Triangle Man, ik heb het laatst nog gespeeld en ik heb echt van genoten. Echt waar, joh? En met welke kleur zou je dat beschrijven? Groen. Waarom niet geel? Objection! Waar is hij? Hier. Groen is mijn favoriete kleur. Kijk maar. Nee, even kijken met je objection. Sorry, bandjes vol. Oké, geef het op. Handig joh, terugspoelen. Ik heb nooit Platinum gespeeld, wel Pokémon Pearl.
Het is praktisch hetzelfde. Klein beetje aanpassingen in de Elite Four, maar vrij weinig. Ik heb nog nooit een generatie 4 of 5 Pokémon game gespeeld. Wat? Ja. Ik heb ze nu toe allemaal gespeeld, maar ik vind het persoonlijk een beetje zonde om dan van die remakes te kopen. Ik bedoel, zoals je zei met... Dat was ook weer Diamond en Pearl, en dan ga je Platinum kopen. Dat lijkt mij persoonlijk zonde. Het is exact hetzelfde spel, alleen dan in dit geval andere kleding en dan iets ander verhaal of zoiets, maar... Ja, ik heb alleen Platinum. Hey, oh, wacht eventjes. Het enige wat ik weet van Platinum is dat ze daar de beste Magikarp visplek ooit hebben. Ja, dat is waar. Ik heb het gehoord, je toch met level 1 tot 100, zo kon je... Ja, dat is de enige plek waar dat je... Ja, ze kunt vangen van level 1 tot 100. Ja, Team Rocket loopt hier rond. Ja, we willen weer random Pokémon tegenkomen. Misschien hebben we wel meer evoluties. Oké, doei. Dankjewel voor die random spin. Met raar. Dat is trouwens een goede vraag van Trying. Of tenminste, een goede vraag om te stellen. Wat is onze favoriete generatie? Want Trying Man zegt dat de vierde generatie zijn favoriet is. Mijne 2. Die van mij ook. Ik zit nog te denken. Tot nu toe vond ik elke nieuwe generatie dan in één keer weer de betere. Of tenminste degene waar ik dan het meeste plezier mee heb. Maar echt een favoriete generatie, moet ik even over nadenken. Nou, ik vind generatie 6 eigenlijk nog minder mee te zijn. Ligt er op welke manier moet je het leuk vinden? Want je kan het op verschillende aspecten bekijken. Firepower, ik vind dat jij die Goldeen aan kan bijt, die vis! Het verhaal, de wereld, het muziek. Ja, oké, maar... Qua muziek over ik snel. Maar de Pokémon's, sommige, die bijvoorbeeld Klefki, dat is echt van, dat kan je binnen één dag wel bedacht hebben. Of gewoon vliegend zwart. Eigenlijk zou je gewoon een keertje je eigen huissleutels gewoon in een Pokéball moeten gooien. Ik heb een Pokémon! Ja, daarom. Dat is basically die Pokémon. Oh, Goldeen. Drinken, niet bijten. Oh, Mumei, hoi! Ach, we mogen weer tegen Mumei vechten, hoor. Ik ben benieuwd welke Pokémon dat hij nou heeft buiten zijn Whiscash. Magikarp, hype. Als hij een Magikarp heeft, dit wordt geniaal. Hij heeft een Mug. Creepy. Jongen, zet er in de chat, een Magikarp, hype. Ah, oh, nee. Geen Minimize bullshit. Begint het weer? Ja, het is weer Mumei. Heel veel vinden Gen 4 een matige, maar ik vind hem echt het beste. Het is inderdaad wel een beetje sloom, maar het is toch mijn favoriet. Ja, dat kan. Ik vond de muziek van generatie 4 inderdaad gewoon geweldig. Knopcombinatie is geloof ik L, B beneden start, of B beneden select. Magikarp, hi! Ja, nou ja. Het had in ieder geval niks te maken met L en R-knop. Ja, dat dacht ik eerst ook, maar dat hoeft dus niet, nee. Oh, oh jongens, nou, ik had een fout. Firepower, nee! Oh. En een Kyoshi down. En mis, wat typisch. Ja. Het is up select. Het is echt Mumei die de hele tijd met zijn double team en alles en minimize en. Oké, Mak is neer. Favoriete poison type? Ghastly! Mijn favoriete poison type? Oh, daar heb ik eigenlijk nooit bij stilgestaan. Het eerste wat mij te binnen zit is Colipede. Oh, dat is die Gen 5. Ja, die gigantische rode rups. Ja. Die trok echt mijn interesse. Dan zou ik gaan voor. Koffie. Ja. Koffie. Het poison type drankje. Oh, ik red de kop! Mumei! Speel nou eens niet zo vals, man! Fun fact: Gastly heeft hij trouwens ook normaal in de game. Machop. Wij gaan Leafeon. Wij gaan proberen te sweepen. Oh, we hebben nog maar 2 Pokémon. Serieus. Flareon die is neer. Aquarium.
Scorup is goed geschreven, ja. Ja. Dat weet ik al. Oh, we hebben ook een critical rare. What is KO nice? Dat is toch die zit je in een lastig hoekje, Liefje, red de dag. Darkrai? Legendary count. Dat was toch een Dark Ghost type of... Lijkt mij wel, Dark Ghost. Ja. Het is een eerlijk legendarische Pokémon. Hoe komt het aan een Darkrai? Erik Hex. Deze Pokémon kan je niet in deze game vervangen. Oh, dan moeten we het met Iron Tail doen. Haha! Fairy Tail. Hoezo mis ik? En dat is Darkrai. Critical hits! Is je laser of Razor Leaf disabled? Maar we kunnen Magical Leaf leren! Oh, dat is nice. Dat is een verbeterde versie van Razor Leaf. Nou, het is ja, geen betere, want het is een special. Die is wel special, ja. Alleen Magical Leaf die mist nooit. Ja, maar het is wel een special attack. En Leafion is beter dan physical attack. Why is so serious? Mimmy is officieel de Joker geworden. Why is so serious? Ja. Razor Leaf tegen een Whiscash. Loser. Loser me. I'm way better than your face Pokémon. Geloof me, in de laatste battle heeft hij een Magikarp op level 60. Why do I lose? Omdat je geen Magikarp had. Oh. Love, trust, are they really what I lack? Ja! Hey, I don't understand, but what is going to end not now, not because of this, I won't give up my dreams, I won't become the best Pokémon Center! Meep, loser, meep. Wij gaan naar Pokémon Center. Wow, Deadly Dennis. Voor iedereen de vraag, wat is je favoriete legend? Mijne, Magikarp, God, van alle Pokémon. Nee, maar even niet even serieus, mijn is Dialga. Ik ben niet zo van legendaries, dus mijne zal dan altijd nieuw blijven. Maar mijn lievelings is Suicune. Ja, dat is, kan ook. Die voor mij is Entei. Entei of Moltres? Maar we hebben nou drie Pokémon. Oh, en... hoe zou dat nou kunnen? Misschien ik denk dat ik die challenge ga accepteren. Jongens, wat vinden jullie van de challenge? Ik wil het toch even van jullie twee horen. De challenge is dat wij dus alleen maar nou de evoluties mogen gebruiken. We hebben drie Pokémon, we hebben drie evoluties. Elke evolutie die we bijkomen vergroot ons team. Maar zijn er drie evoluties neer, is het dus afgelopen. Dus dat betekent dat dus op Jaxel en welke hadden we nog meer? Volgens mij... Schokkend en Buggerboy, tot die dan het team moeten gaan verlaten. Omdat het is een Eevee run. Het is dan inderdaad een challenge die erop past. Ja, en het geeft toch de challenge aan de randomizer, dus ik zeg doen. Nou, ik wil sowieso dus twee doens, en dan wil ik het ook van de chat horen. Ik weet niet, hoe lang is deze aflevering? Ik denk een half uur. Ondertussen spelen we dan nog wel met het team even verder. Oké, deze aflevering dan nog de volledige team. En dan volgende aflevering, als ze het willen, de challenge. Nou, ze zijn nog steeds aan het discussiëren over, dus ik weet niet of ze het hebben gehoord. Ik hoop dat ze het hebben gehoord. Punt ik denk het wel, dat is goed duidelijk. Ook moet je melden, ouwe. Ik druk er nergens op. Ook je liegt. We hebben het doen. We hebben twee doens. Nou, tot nu toe heb ik eigenlijk niks anders meer gedaan dan alleen maar de Eevees te gebruiken. Dus de challenge is eigenlijk al een beetje dan begonnen. Treppertje zegt doen, Triangleman zegt alleen Eevee. Dus dat is eigenlijk basically de challenge. Ja, dat is dus ook een doen. Doen, 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 doen. Ja, dan doe ik het ook eventjes. Ja, je had het al gezegd. Weet ik, maar ik heb dat nog gedaan. Doen. Doen, doen. Doen.
Doen. Doen. Ja, ja joh, gewoon doen. Je bent toch een Eevee trainer, Zeep? Ja, en hoe? Nou, dat zijn just do it. Just do it. Yesterday, I said tomorrow. So just do it. And I have done it. Dus nou, laten we eerlijk wezen, ik heb in deze hele livestream nog geen andere Pokémon gebruikt. Skeptile. Oh. Je hebt geen andere nodig. Nee. Nee, Eevee is love, Eevee is life. Van een superhero team. Typhlosion is love, Typhlosion is life. Nee, want het is geen evolutie. Ga weg jij. Ga een andere, dat is een andere trainer, niet ik. Oeh, ik Scizor. Nee, dat ben ik. Doe maar op eigen livestream. Ja, Mietje, we gaan er een challenge in gooien. De Pokémon gaan dadelijk de PC in, behalve de evoluties. Vind jij dat een leuk idee? Zeg doen. Vind je dat geen leuk idee? Vote doen! Bel nu naar 0900. Mam! Serieus, ik ben de wereld aan het redden! Ja, ja. Het leuke is, de spullen die ze af en toe kopen is nog waardeloos ook. Ja. Hier, heb je een potion. Moest je ze nou niet allemaal indrukken hier trouwens? Snippertje, nogmaals, ik hou van jou. Typhlosion is awesome. Jij staat mij. Even kijken, daar ligt een item. Daar kunnen we nu gewoon naartoe. Volgens mij is de deur... Dat nee, was wel zo mijn eerste keuze bij die generatie. Had ik ook meteen Cyndaquil genomen. Ja, ik ook. Het is ook trouwens, fun fact, mijn eerste Pokémon die ik level 100 heb gekregen. Eén vote voor doen. Joh, we zitten ondertussen al op 6 votes voor doen. Ja. Hallo, Celebi! Smikkertje! Ik ook. Ik ben ook een Fire-type trainer. Maar met een tintje. Alle 6 de Fire-type starters zijn mijn alle 6 teammembers. Ja, maar nou moet je dus dan keuze gaan maken, want nou krijg je dus het dilemma wat ik dus had vanaf het moment dat er dus meerdere evoluties kwamen. Ja, want nu komt ook weer een 7e generatie. Maar ik zou zeggen, ik vind de 7e generatie Fire-type starter waardeloos. Wat? Een katje? Sorry, ik heb liever dat katje dan die naap. Die mislukte clown. Ik bedoel, serieus, het is gewoon een Apom rip-off. Nou, Apom was ook generatie 4, hè? Apom is generatie 2, dank je. Oh ja? Ja, zijn evolutie was generatie 4. Oh, oepsie. Dat is Ambipom, ja. Ja, ja, Ambipom wist ik al dat hij generatie 4 was, maar... Don't you dare to harm that Skeptile, Zeep. Je bent gemeen, Zeep. Nu ga ik elke Eevee die tegenkomt Pokémon uit keihard verslaan. Oké, bam. Doe ze 6. Je weet dat je dan gaat verliezen, hè? Je praat wel tegen over Eevees. En hoezo heeft deze een heel grasteam? Sterker nog, hoezo heeft deze 2 starters van de grasteam? Volgens mij heb ik de grasrobin gevonden. Yeah. Ik steek mensen aan. Yes. Ja, maar je vuurt... Mam! Robin die maakte net een pun, die was grappig. Nou verpest je het weer door te bellen. Ik heb nog een poosje gekocht, je kan halen bij de Pokémon. Maar dit keer is het geen poosje. Dit keer is het een Oranberry. Krijgen we nou een double battle? Ik wil double battle. Wat handig is van dit spel? Dit spel leert jou, geef nooit je geld aan vrouwen. Ja. Evan! That's sexist! Geef het uit! Super discriminerend, maar het is al zo. Robin! Schaam je! Kun je niet zeggen in een livestream? Nou. Maar je hebt wel gelijk. Nee, oh nee! Nee, het is allemaal grap, jongens. Het is allemaal kei. Het is niet serieus. Wanneer komen we nou weer een keertje in een. Een Magic Carp of zo tegen. Ik bedoel, ik kom dan best wel vaak dezelfde Pokémon tegen. En zoveel Pokémon zijn we nog niet tegengekomen dat we dus echt helemaal rond zijn. Mam! Serieus? Hoeveel potions kun je kopen? Wow. Ik zou gek moeder als mijn moeder mij 3 keer belt in 5 minuten.
Nee, dit zijn ook de berries die super effectief tegengaan en zo. Mam, geef me misschien een waardeloze maar het item. Is nou gewoon een running gag van deze livestream geworden. Een hap... Wat? Een happeny? Wat is een happeny? Juist ja, Smikkeltje. Wat is een happeny? Is dat soms een pre-evolutie van Chansey of zo? Er ziet het naar uit. Maar Snickertje, mag ik dan mijn level 100 Typlosion meehelpen? Hier heb ik geen probleem mee. Misschien een beetje een probleem mee. Oh jee, een heel groot probleem mee. Nou, zijn reactie valt mee. Op zich. We hebben er één gered van zijn Team Rocket. Nee, ik heb hier niet zoveel problemen mee. Ik bedoel, we hebben er zelf één, dus. Valt mee. Geen rage. Ik kan zo zeggen, die voor ons is goed opgevoed, die met hem niet. Nee, inderdaad. En zijn kleur was anders. Oh, Flareon. Oh. Dus ondertussen hebben wij dus, we zijn een Eevee tegengekomen, twee Eevees tegengekomen bij trainers, één Umbreon en één Flareon. Qua wilde encounters, nou ja, dat zien we welke drie dat we bij ons hebben, dus... Oké, dus het is groen, blauw, rood volgens mij die moeten rukken. Tenminste, dat denk ik. Snukkeltje, jij mag blijven. Nou moet hij open zijn. Ja, ik heb het goed! Flyingerman, daar kom ik aan met mijn Blaziken. Die is ook part fighting type, hè. En dan komt hij goed tegen een ground type. Jongens, ik heb zijn team verslagen zonder dat ik mijn Vaporeon nodig had. Touché. Ik ben goed voorbereid. En dat gebruikt hij nou als excuus. Zo zou een tweede gevecht ook gaan, een derde gevecht, een vierde gevecht en een vijfde gevecht. Ja, ik heb mijn DS staan niet bij me, dus ja, ik wil het wel doen hoor, maar nu niet. Ja, maar dan kunnen hun het niet zien, want ik heb nog geen capture card. Dat doen we het na de stream. Deal. Ik zal het wel op Facebook vertellen hoe hard dat ik hem in de pan heb gehakt. Wel maar zitten. ja, ik zal die kunnen ook aan in verband met Bite. Ik versla jullie allemaal met mijn Swampert? Nee joh, jouw Swampert die maakt geen kans tegen mijn Pokémon. Ik heb Jolteon nog niet eens nodig, want Jolteon die zal niet helpen in verband met wat de grondtype is. Maar, serieus. Ik zet mijn Leafeon in, doei! Exact. Nee, dat is super effectief. Oké, dan zet ik een andere Pokémon in die er niet super effectief tegen is. Ik zet mijn Espeon in. Dan win je ook niet. Nee. Daar moet ik eigenlijk ook bang voor zijn voor Espeon. Je moet bang zijn voor al mijn Pokémon. Ja. En wij hebben een live orb gevonden. De enige waar jij niet bang voor hoeft te zijn is Leafeon. En Glaceon. Nou, die ken zijn hagel kan best wel vervelend zijn voor je. Ja, ja. Ja trouwens, ja, dat is waar ook. Jongens, heel even eerlijk te zijn, ik heb een hekel aan mega evoluties. Daar ben ik heel eerlijk. En als wij een Pokémon Battle tegen Stefan doen, gebruiken wij geen mega-evoluties vanwege dat Eevee en Eevee-luties geen mega-evolutie hebben. Gelukkig niet, nee. Hoe zou je reageren als het vanaf Sun and Moon wel gaat gebeuren? Dat gebeurt niet. Nee, maar als. Regirock. Alweer. Ik zou er denk ik wel tevreden mee hebben. Ene kant, ja, misschien, maar ik denk niet dat ik er nog steeds een fan van ben. Ik bedoel, van, het is heel erg vervelend om inderdaad elke keer te vragen van hey, Zoe, wil je geen mega-evolutie gebruiken? Want, ja, Eevees hebben dat nog niet. Nou, ze zien al gelijk welke Pokémon dat jij dan hebt, want jij bent een Eevee-trainer dan. Maar, ja, als we dan een mega-evolutie zouden hebben, ja, dan kun je dan wel gewoon inderdaad meegaan met die mega-evolutie-zeur. Maar welke Pokémon zou je dan mega-evolueren?
Want je mag maar één mega evolueren, hè? Niet vergeten. Ja. Eén mega evolutie per Pokémon Battle. Ik denk dat het bij mij dan waarschijnlijk Umbreon zou zijn of Sylveon. Ja, ik heb op het moment maar, zijn er maar twee Fire-type starters die een mega evolutie hebben. Dat zijn ik reken jullie allemaal met mijn Umbreon. Zeep jij verrader? Hoezo ben ik een verrader? Ik heb Umbreon hier staan. Maar op het moment zijn er nog van twee starter Pokémon per generatie die een mega evolutie hebben. Dat is generatie 1 en generatie 3. Jongens, maar ik vraag me eigenlijk nou af waarom dat ik een verrader wil genoemd. Misschien heb je iemands favoriete Pokémon gefeen. Wie dan? Geen idee. Hij had het over. Ik denk dat hij zei dat je Mackie volgen. Even kijken, Deadly Dennis, waarom is hij een verrader? Vertel eens dit. Ja, vertel, kom op, vertel! Niet te snel, we schrijven mee! Umbreon Pulse, zeef met je Dark Pulse. Hè? Umbreon Pulse met je Dark Pulse? Hij heeft juist Dark Pulse tegen jou gebruikt, Steven. Je hebt nu schade gekregen van een Dark aanval. Van mijn Umbreon? Nee, ik bedoel, ik heb niet tegen een andere Umbreon moeten vechten. Het is gelukt. Ik heb niet tegen een andere Umbreon hoeven te vechten nog, want anders zou ik heel erg boos worden omdat ik Umbreon wil vangen, maar... Arcanine is geen legendarische Pokémon, Fairy Tail. Was wel volgens mijn Pokédex wel! Hij was vraag me niet meer op waarom mijn Pokédex die zegt dat Arcanine een legendarische Pokémon is. Ja, oorspronkelijk is het een legendarische Pokémon, maar uiteindelijk is het toch gewoon een normale vuurtype geworden. Ik had dat voor de grap altijd al opgezocht op deze Pokédex en dan staat er dus Arcanine, de legendarische Pokémon. Haha. Volgens mijn Pokédex wel, Smikkeltje, en mijn Pokédex die heeft het gewoon goed. Haha. Nou ja, Miss Magius, daar kunnen we wel eventjes gewoon bij tegen gebruiken. Maar waarom moet jij dat? Ik wilde uit van Legendary, Arcanine. Ja. Hij zou er zo één kunnen zijn. Ik dacht dat, ja... Ze zeiden dat hij in de plaats van Moltres zou geweest moeten zijn. Maar ik dacht eerder dat hij in de plaats van Entei geweest zou zijn. Ja, één van de Mythische Hoogonden, ja. Precies. Ik denk nooit dat ik deze aanval zou gaan gebruiken, maar hij mag hem leren voor de grap. Fire Spin. Als hij in generatie 1 was dat een OP move. Ja, maar nou voor Flareon niet echt, omdat Flareon is nou niet bepaald snel. Nee, oké. En vergeet niet, daar ben ik laatst achter gekomen. Als je gaat kijken naar generatie 1, dan was Jolteon enorm OP. Aangezien dat special was 1 stat. Ja. Dus special attack en special defense was 1 stat. Wauw. Ja, je moet ergens beginnen. Dus vergeet niet, dat wil dus zeggen, Jolteon die had een special van 130. Smikkeltje, gaat ze niet over vuur Pokémon. Het is aardig flink attack en defense in special, jong. Arcanine is helemaal niet slap. Nee. En mijn Pokédex is absoluut niet kapot. Ik heb Trick Room. Hoorde dat niet de Master Ball te zijn? Misschien. Oh, nee, wacht, dat is hier niet. Oké, we hebben de card key en dan kunnen we dus naar boven, kunnen we naar de radio tower. Echt serieus, deze radio tower, daar zijn we al bijna 2 uur mee bezig. Zo ongeveer. Ik maak er een einde! Oh, Steven, ik zie het, ja. Nee, die Pokéball had geen masterbal moeten zijn, die geeft professor Elmje. Oh, gelukkig, dat wordt dan hebben we sowieso... Dan hebben we sowieso de masterbal, dat is al gelukkig iets. Ja, dat is deze, die ook randomized, dan kon ik hem opzoeken, die Elm. Want ik ga me niet verkleden als een verrader of een leugenaar. Ja, maar ik denk wel zeker dat ze de Master Ball gewoon als normaal item houden, hoor.
Even kijken, verschijft hun niet als ik dan met hen ging praten? Ja! Kunnen we items pakken? Misschien vinden we wel een masterbal. Hey, Koning El, je bent er weer. Hey, we hebben weer een experience share gevonden. Dat is al nummertje 2. Oh ja, op die generatie was het nog niet zo overpowered XP share. Nee. En we hebben een magneet gevonden, mochten we een Jolteon tegenkomen. Oh, ik hoop het zo. Het was die XP share toch maar voor één Pokémon. Ja. Ja, maar nou is het alles... En dat is een hold item en dat hebben ze veranderd in een key item. En weer een leftovers. Misschien even kijken hoor, want ik weet dat ik iemand al een experience share heb gegeven. Maar op zich gaan ze nou met levels wel goed. Dus ik denk dat ik wel eventjes, want experience share heb ik dan nog eentje. Life Herb kan goed zijn, want het zorgt ervoor dat de power of move sterker zijn. Maar dan kost het elke keer HP om te aanvallen. Ik denk dat ik een leftovers ga geven aan Vaporeon. Waar heeft hij vast? Mystic Water. Nah, die mag de... Nou ja, op zich met die surf... Die is wel nasty. Zeker. Wat heb jij vast? Ik somehow. Oh ja, je hebt de scope lens voor extra criticals. Dat werkt ook heel erg goed. En dan neem ik aan dat Flareon de Amulet coin heeft. Oh, die heeft de experience share vast. Nou, die heb jij niet meer nodig. Ik bedoel, je bent level genoeg, dus... Even kijken. Kijk even van de vele Pokémon. Er wordt een gezellig in verloren. Even Flareon. Mr. Water, Gyarados, alle drie level 100. Juist! Waar ging het over? Over een Pokémon battle die je willen houden, of zoiets. Op die fiets. Aha. Wie is een fiets? De boterfiets. Tring, tring. Oké, nou ik denk in ieder geval dat we nou wel eventjes gewoon kunnen healen. En dan voor de radiotouw kunnen gaan staan. Tot we dan eventjes de aflevering sluiten. En tot we dan in de volgende aflevering radiotouwen klaar hebben. En tot we dan eindelijk verder kunnen gaan en een nieuwe Pokémon kunnen encounteren. Dus ik denk dat het wel een goed idee is. Jongens, we moeten allemaal stil zijn. Deadly Dennis. Ik sweep iedereen met mijn MLG Rattatas op je af. Met counter en focus sash, jongen. Youngster Deadly Dennis wants to battle. Jongens, met mijn spelling. Dan wel met de spreid van X en I, hè? Ja, ja. Gebroken duim. Volgens mij had hij die gebroken duim nog niet in X en I. Volgens mij was dat Omega Ruby Alpha Sapphire. Oh ja, 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 je hebt gelijk, ja. Dat ik dat niet zag toen ik het zei in Skype. Ja, dat is echt inderdaad een running gag geworden. Maar goed, mensen, YouTubers, ik ga het hierbij laten. Voordat we die deur open gaan maken, dan bewaren we voor de volgende keer. Dus, heb je een luxe momentje? Laat weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, laat een like achter. Als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Serieus, laat een like achter. We krijgen de laatste tijd heel weinig likes op de livestream. Terwijl het begint allebei met een like. Dus, en op live... Ik bedoel, ik zie dan vaak comments, maar geen like. Het is gewoon... Klik, klaar. De like is aan dat je, als je een reactie kan plaatsen, dat je ook de tijd hebt om klik te doen. Ja. Maar dan mag je natuurlijk helemaal zelf kiezen. Ik dank jullie voor het kijken. Hoop dat jullie het leuk hebben gehad. En natuurlijk een hele fijne dag wens. Wil je zelf nou ook een keertje aanwezig zijn bij de livestream? Klik op de beschrijving. Er staat een link voor Twitch. Kun je natuurlijk naartoe. Klik op follow. En dan zul je zelf een melding krijgen wanneer dat we weer live zijn. Dus ik dank jullie voor het kijken. En ik hoop jullie allemaal te zien met de volgende video. Doei! Doei!